ik ben Emmy van Zon en Maan en vandaag bespreek ik mijn vierde boekenkast. Nog één te gaan, heel veel plezier met kijken. De vierde kast alweer en ook daar beginnen we bovenaan met de manga's. Daar staat onder andere Cardcaptor Sakura en andere stripboeken van Clark, of Clamp bedoel ik. Van Clamp tussen. Ik spaarde vroeger heel obsessief manga en ik kocht bij het boekenzijn altijd heel veel manga. Maar nu doe ik dat eigenlijk niet meer. Ik heb er heel veel weggedaan, echt de helft daarvan of zo, minstens. Dus ik had er... denk 200, 300 en dat heb ik eigenlijk allemaal weggedaan. Ik heb alleen maar degene gehouden die of compleet waren of die ik echt heel tof vond. En wie weet dat ik ooit nog wel meer boeken, manga's koop. Maar het moeten voornamelijk nu zijn series zijn die ik echt gewoon heel graag wil hebben. Bijvoorbeeld die van Cassandra Clare en de van Yuli Kagawa. En die van Darren Shan. Dus voornamelijk de manga's bij YA boeken die ik heel tof vind. Daaronder staat een plank met voornamelijk fantasy. Je hebt daar Terry Goodkind, heb ik tot en met 6. Ja, het zijn dikke boeken en ik weet niet wat ik verder wil. Dat zien we ooit nog wel. Daarnaast de boeken van Juliette Marillier. Heel tof. Daarnaast ook De Naam van de Wind, ook fantastisch. En Game of Thrones. Daar weer Engelse boeken. Ja, niet zo heel bijzonder zit er tussen. Wel een leuke boeken, kijk maar even rustig mee. Deze vind ik ook leuk, heb ik deel 2 van. Ja. Misschien moet ik minder kletsen gaan laten zien. Dit is ook een beetje van alles en nog wat. Beetje historisch. Klassiekers. Nachtcircus. Ook een heel mooi voorbeeld van magisch realisme. Dit is gewoon vermakelijke historische fictie. Stuk vond ik wel echt heel tof. Ik vond het heel jammer dat ze hier niet meer verder gaan. Want dit vond ik echt een heel tof boek. Dus ik ga maar naar over op het Engels. De Kruisdraagster heeft mij echt positief weten te verrassen. En deze serie is ook allemaal gesigneerd. Want oh, zij kan zo goed schrijven. Dit is zo toegankelijk, maar wel dik, maar wel toegankelijk. En magisch en echt en weet ik veel wat. Dus dat is ook een aanrader. Daarnaast de eerste 2 delen van de Reizigerscyclus. De rest heb ik nog niet. Dit is ook een heel mooi boek. 7 minuten middernacht, helemaal geïllustreerd. En daarnaast, deze heb ik nog niet echt een plekje kunnen geven. De Grijze Jager. Ik wil daar de rest ook van lezen, want ik ben pas heb ik het eerste boek gelezen en ik ben verslaafd. De plank eronder. De Heks van Willemer vond ik leuk toen ik jeugd was. Ik heb deel 3 wel gelezen, maar ik heb hem niet. Maar is vermakelijk. Is eigenlijk allemaal een beetje tegelijk met Wicca uitgekomen. En dat was toen eigenlijk wel een beetje mijn ding. Dus daarom heb ik soms gelezen. Wicca heb ik pas heel laat gelezen, zoals jullie weten. Maar heb ik nu wel compleet staan. Dit was ook een beetje mijn jeugdfavoriet. Engelen en Co. Ik heb er een paar in het Engels, want het is tot en met 5. Het is in Nederland uitgegeven, maar ik heb deel 3 ook in het Engels. En deel 6 heb ik onlangs in het Engels gekocht. Dus ik hoop het rest ook te krijgen. Dit is ook een fantastisch mooi boek. Het is een Wonderland. Geïllustreerd door Floor de Reader. Daarnaast de Millennium Trilogie. En mijn trouwkaart. Daaronder beginnen we met de LS Amsterdam planken. Er zijn er ook heel veel. Een van mijn favorieten. Angel Fall. Lockwood. Middernachtserie. Fantastisch. Ook zulke mooie uitgaven. Daarnaast, deze boeken heeft Luiting ook in het Nederlands uitgegeven. Maar ik heb ze dus in het Engels. De eerste heb ik wel in het Nederlands gelezen. Maar ik heb daarna de Engelse boeken gekocht. Dit is ook echt een fantastische serie. Het is high fantasy, maar heel toegankelijk. Alsof het urban fantasy is. En de hoofdpersoon is wat ouder. Dus het is wat minder gericht op tienerproblemen. Maar meer op echte grotere problemen. Onlangs is het 4e deel verschenen. Of nee, het 5e deel. Maar ik heb het 4e deel onlangs gekocht. En ook haar andere serie is het 1e deel verschenen in het Nederlands. Daar moet ik de rest nog in het Engels van zien te scoren. Want ze zijn niet verder gegaan helaas. Dan hebben we hier ook heel veel luitingboeken. Prins der Wraak is echt fantasy. Na een van de series van Alice Noël. Dit is haar ene Soulseeker serie. En dit is haar onsterfelijke serie. Hier, deze had ik compleet. Maar ik heb de rest ondertussen weggeruild. Of verkocht of iets dergelijks. Want die serie trok me minder. Deze vond ik leuker. Daarna de Watersong serie. Daar heb ik deel 1, 2 en 3 van. Deel 4 helaas nog niet. Wat nog meer? Ja, de boeken van... Lisette Jonkman. Deze vind ik ook wel heel leuk. Brug der Getijden. Het is echt fantasy. Luiting geeft best wel heel veel fantasy uit. En ik heb nog niet heel veel niet, maar heel veel. Dat raakt me ook heel erg. Dus dat is wel jammer. Dit is ook een heel spannend boek. Heks. Onlangs ook naar het Engels vertaald. Dus dat is ook wel heel tof voor hem. En dan nog wat.
historische boeken van Luiting. Huis aan de Gouden Bocht. Ik mocht hier bij de wereldwijde première zijn. En de boeken van Femke Robol. De rest is nog leeg. En daaronder staan kunstboeken. Niet heel spannend, dus. Bedankt voor het kijken en op naar de volgende boekenkast.